Hey, Nathalie, jij bent een, een uh, als ik dat mag zeggen, een nogal enthousiast persoon op het juiste moment. Dus <laughs> op het juiste ik, moment. Goed ja, aangevuld. Voilà. Dus <laughs> ik, ik, ik kan me inbeelden dat jij ook soms uh, in de wagen of waar dan ook luidkeels zit mee te brullen oh, met, ja. met leuke dingen die er voorbij komen op de radio. <laughs> Niet alleen in de auto. Dat, voilà. Ja, ja. <laughs> dat kan al eens voorvallen. Ja, dat is, uh, dat is het leukste wat er is, denk ik. Hè. Vooral als je denkt dat niemand je kan zien of horen. <laughs> Want ik denk dat dat toch niet altijd heel aantrekkelijk is. Ik heb het eens uh, uh, voorgehad op de Autosnelweg. <laughs> en, en, uh, ik denk uh, mijn wagen 110 op cruise control en dan een, een heel leuk plaatje erop. Oh. Ik weet niet meer wat het was. Het zou kunnen dat het zelfs Paradise by the dashboard -like oh, je, was. Je, je, ja, ja, en ik ja, ja. zat volle bak mee te brullen. Oh. Tot ik zo na een minuut, in mijn zijzicht, ontwaarde dat er al een wagen al heel lang naast oh. mij aan het rijden was. En die waren aan het kijken: van, kijk, de Chris, de, de Chris Wouters is, dat is een aan het zingen. Dag <laughs> Redelijk dat is genant. beter dan de snottenpieten opeten achter u stuur. Ik weet, op... dat, ik weet niet of dat beter is. Maar <laughs> <laughs> het was wel grappig. Ja. Dat was wel grappig. Nee. Dus je zal dat wel herkennen, meezingen. Absoluut. absoluut. Uh, mijn mijn is... moeder werd er vroeger denk ik gek van. Dan, uh, want ik ben opgegroeid in de bibliotheek en dan, eh, dan, wij woonden dan op het appartement zo in, in de bibliotheek en zij moest dan op een gegeven moment de deuren gaan dichten want zij was concierge. En dus blijkbaar konden mij horen vanaf het vierde verdiep tot buiten, dus door glas en door alles door. Wow. <laughs> op een Celine Dion of een Mariah Carey of... <laughs> nee, jongens, toch. Ach ja. Je hebt ook een amazing liedje gekozen. Ja. Maar dat heeft ook te maken met wat je nu aan het doen bent met misker Motown. Ja, absoluut. We zijn um, natuurlijk op tour met allemaal motown-nummers, daarmee dat dat ook heel fel natuurlijk van voor in mijn geheugen zit. Um, trouwens, mag ik dat even zeggen, dat wij 13 februari in het Cursaal in Oostende spelen en dat er nog een paar tickets zijn? 13 februari, maar natuurlijk. Samen Valentijn vieren. Kom je ook, Chris? Allen, daar naar, <laughs> allen daarheen. Ik denk dat we zelf spelen. Oh. Ik weet het niet zeker. Ja, maar dat de, dan... Als ik dat... niet speel, kom ik kijken. Kijk ook. Maar dus daar, in de show, zingen wij uh, altijd uh, ook Mountain High Enough van Marvin Gaye. Mm -hmm. um, en dat is altijd een moment in de show, dat zo vrij tegen het einde, dat je voelt dat iedereen het zo beu is om te zitten. En dan zie je zowel die bovenlichamen zowel mee bewegen en ze zingen er allemaal mee. Dus dat is voor mij echt zo'n een hele, een hele schone, een goeie nummer ook. Uh, perfecte meezinger eigenlijk. Ja, moment om recht te springen en Absoluut. mee te brullen. Yes. Voilà, dus thuis, beste mensen, u mag nu gerust ja, recht staan als pistolee. u in uw zetel zit. Pistoleken is op. Hey. <laughs> en I mean, we gaan allemaal meezingen yeah. met Marvin Gaye en Ain't No Mountain High Enough.